Goedemorgen, ik ben verkouden, snifverkouden. Ik denk niet dat ik vandaag ga trainen, want ik krijg ook weinig lucht. Het is bij mij altijd, als ik verkouden ben, dan slaat het ook altijd op mijn luchtwegen. Maar misschien ga ik vanmiddag nog wel even een rondje fietsen, maar dit is, ik krijg bijna echt geen lucht. Als ontbijt heb ik twee crackers met Amerikaanse filet. Dat is ook weer koolhydraatvrij, of tenminste arm. Dus onze diva die zit ook alweer te kijken. Die wil 's morgens maar ook maar gelijk op de film. Dus ik zie u later op de dag, want ik voel me echt beroerd. Omdat ik vandaag niet naar de sportschool ga, ga ik met mijn kettlebells stoeien. Even een half uurtje. Wat is een kettlebell? Een kettlebell is dit. Dat is een kanonskogel met een halfvat. Ik heb op mijn tablet heb ik een app waar oefeningen op staan en die ga ik nou doen. Het zweet staat op mijn voorhoofd. Ik ben nu 21 minuten bezig geweest met die kettlebell. Ik ga nog 10 minuten met een elastiekband. En daarmee ga ik. Dan is het. Heb ik 30 minuten getraind. Maar ik kan wel merken dat mijn lichaam ziek is, want ik heb nog nooit zo gezweet. Behalve als ik 30 minuten. Aan het lopen ben op een op de treadmill, terwijl de hamster ding. Voor de mensen die niet weten wat een elastiekband is, dat is dit. Het is 1,20 meter lang en dan kan je op gaan staan en dan met je armen, je biceps en je triceps oefenen. Je kan ook je borsten mee doen. Er zijn op het internet zijn ontzettend veel mogelijkheden te doen. Ook leuke filmpjes dat je hem in je gezicht krijgt. Ik hoop niet dat het bij mij gebeurt. Om het een beetje zwaarder te maken, ik heb het net 15 keer gedaan. Om het een beetje zwaarder te maken, hang ik er nog twee kettlebells van 2 kilo aan. Dan heb ik 4 kilo. En dan ga ik het om en om doen met één arm. En dan hang ik daar ook gewoon 2 kilo aan. Dus ik kan jammer genoeg niet laten zien hoe het eruit ziet, maar. Wacht, ja. Ben je nou erg moe? Dan ga je zitten. Pak de elastiekband, dan ga je ook zitten. Je gaat een beetje in het midden zitten. Beentjes bij elkaar. En dan 1, 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wil je het hoger gaan doen? Dan pak je de schuifje en als die mogelijk opzij. Dat je zo, dat je meer ruimte hebt. En dan pak je de kettlebell, die pak je onderop zo. En dan is het 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neem even de tijd en de rust dat je je arm weer voelt. Hier gaat het branden. Dat is ook de bedoeling. Schuif je een klein beetje op, je pakt de kettlebell op, je legt hem erop omheen en dan ga je met je linkerhand, net was rechts, dus nu met je linkerhand 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je kan het op een bankje doen, maar je kan het ook gewoon op een stoel doen. Zo'n band kost 8 euro. Die kettlebells die kun je vanaf 4 euro wijzen. Ik heb ze in 2 kilo, 4 kilo en 8 kilo. Of 6 kilo. En dan kun je het gewoon elke keer uitbreiden met gewoon hele simpele oefeningen. Ze zijn te vinden op het internet. Dus. De kettlebells en de elastieke band, voel ik me toch een klein beetje beter. Om nou uitgebreid te gaan eten, maar ja, dat doe ik toch nooit, heb ik ondertussen dat ik aan het stoeien was met kettlebells en met die band, heb ik een heerlijk kippensoepje gemaakt. Dam slaat er vanaf, zo heet is het nog. Maar er zit alleen maar kippenvlees in, kipfilet, boerengroenten. Wat zit er meer in? Kruiden, provinciale kruiden. En nog een paar, dat kun je allemaal zelf aanpassen. Ik heb er ook één kippen. Bouillon blokje ingedaan voor de smaak, want anders krijg je, ik vind het altijd, wordt het een beetje flauw. En natuurlijk zout en peper. Het is, ik moet nu wachten op mijn huishoudster. En dan ga ik... Misschien vanmiddag nog even een uurtje fietsen. Dit zijn de ingrediënten voor vanavond. Wilde spinazie. 2 tataartjes. Een ui. Een prei. Geraspte kaas. En ik heb opstaan nog 2 eieren. Die komen erbij.
Dit gaat allemaal in de wok. En dat wordt een heerlijk gerecht. Spinazie. Met prei. En ei. Dus, hier komt weer, dit is ook weer calorie of koolhydraatarm gerecht. Dus. Even nadenken hoor. Ik ben nog steeds stif verkouden. Maar ik heb vanmiddag wel 22 kilometer gefietst. Om mijn dode gemakkie. Want het was heerlijk weer. Dus. Ik ga nu aan het eten. De ui heb ik gesnipperd. En dan ga ik nu de spinazie erbij. In gedeeltes. En die roer wacht hij ook. Tot hij geplonken is. Die spinazie is nou volledig geslonken. Doe hem eventjes in een bak. En dan doe je de prei die in ringen gesneden zijn, doe je weer in de wok. Die wok je 3 minuten. En dan doe de spinazie erbij, de kaas. En dan kan het over een ogenblikje zo op het bord. De taartjes die bak je natuurlijk in boter en niet in olie. Op een heel matig vuurtje. Want eigenlijk moet ze een beetje rauw wezen van binnen. Het zijn eigenlijk net biefstukken. Dit wordt echt een heel lekker maaltijd. En ook gezond. Van zo'n bordje word je toch vrolijk? Het is heel simpel. Spinazie, prei, graspekaas, ei, gekookt ei, even in kwarten gesneden en 2 taartjes. Dus dit is gewoon heel lekker. U ziet het misschien nog een beetje aan mijn ogen. En u hoort het, ik ben nog steeds snip en snip verkouden. Ik hoop dat het morgen over is. Morgen is officieel mijn rustdag. Maar ik denk dat ik een heel eind ga fietsen richting Amsterdam. Ik heb gewoon een hele dikke jas aan en een dikke trui. Die heb ik nu ook aan. En dan moet ik het gewoon eruit zweten.